Dit weekend had het toch echt gebeuren. We hadden er eigenlijk een beetje op gehoopt dat het vorig weekend al plaats zou vinden. Het Fieldlab-experiment in Biddinghuizen op het terrein van Walibi en Lowlands. Twee festivals dit weekend. Ja, en de opbouw is op dit moment natuurlijk in volle gang. Verslaggever Jaap van den Biezen, die vorige week natuurlijk al klaar stond, die is nu dus alsnog naar het evenemententerrein toegegaan, Jaap. En dus eigenlijk in deze tijd van het jaar vereist daar al een heel festivalterrein. Ja, Jeroen, dat klopt. Ik heb een beetje het gevoel van een déjà vu. Ik stond hier inderdaad vorige week ook. Toen was het een verregend en verlaten terrein. En nu is het het ademt en het bruist. Achter mij zie je al dat alles in volle opbouw is. De planten staan zelfs al. Wat hebben we voor de boeg? Inderdaad, je zei het al, een tweedaags festival met twee dagen van verschillende muziek. Maar natuurlijk ook vooral een experiment. Want hoe ga je het festival het komend seizoen vormgeven? Dat is iets wat Fieldlab evenementen dit weekend gaat bekijken. Je ziet het al, hè? Overal zijn maatregelen getoond. Verzoeken aan de bezoekers of eigenlijk deelnemers van hoe ze zich dit festival moeten gedragen. En ja, dan is er die branche die heeft liggen slapen. Die komt uit een warme winterslaap of een eigenlijk koude winterslaap. En daarom staat Martine Bos hier op mij te wachten. Hallo. Van mooi hoor. Stap je af. Martine. Hi. Het zonnetje scheen net. Ja. Hoe is nu voelt even dat weg, voor maar... jouw festivalhart? Heel erg goed. Iedereen die hier vanochtend op het terrein kwam was super vrolijk. Juist omdat de zon inderdaad heel erg scheen. We hebben er allemaal ontzettend veel zin in. Iedereen, alle leveranciers die hier bezig zijn. Iedereen komt eigenlijk met een ontzettend grote glimlach het terrein op. Ja. Ja, want net kwam natuurlijk ook het grote nieuws binnen. Het garantiefonds waar al veel over gezegd is, dat krijgt vorm. Of daar is een klap op gegeven. Daar is een klap op gegeven. Ja, dat is ontzettend fijn. Ja, het biedt gewoon perspectief. Wij kunnen nu gaan organiseren als sector. Je kan je voorstellen dat een evenement best wel veel aanlooptijd nodig heeft. We zijn een heel jaar lang bezig met de voorbereiding van Lowlands. Nu zijn we daar al de hele tijd mee bezig geweest. Maar nu kunnen we ook echt verplichtingen aangaan. En dat is gewoon heel fijn. We hebben perspectief. We kunnen los. Ja. We kunnen los, want het is een lange winter geweest. Hè? Het is een hele lange winter geweest. Die heeft anderhalf jaar geduurd, voor mijn gevoel. Ja. Ja, kun je beschrijven hoe dat is geweest voor jou? Ik denk dat ik one of the lucky ones ben geweest. Ik werk bij Mojo. Ik mocht mijn baan ook behouden. We hebben helaas van heel veel collega's afscheid moeten nemen. En dat geldt voor heel veel organisatoren in de sector. Die hebben veel mensen helaas moeten laten gaan. Dat gold niet voor mij en dat is heel prettig. Ik heb eigenlijk met de steun van Mojo een hele rustige winter gehad en een rustige zomer ook. Ik heb heel erg de adrenaline gemist van naar een evenement toewerken en die deadline gaan halen, dat de deuren open gaan en dat al die blije mensen het terrein opkomen. En daar kijk ik heel erg naar uit, want een heel jaar lang zonder dat is heel lastig. Ja. Wat hebben jullie gedaan deze winter? We hebben een soort van onderhoud gepleegd, de keukenkastjes schoongemaakt en gezorgd dat we helemaal klaar zijn om straks te beginnen met een echt festivalseizoen. Ja. En nou, vandaag begint het weer, de opbouw is in volle gang, zeiden we al. Hoe voelt het dan om iedereen weer te zien? Ja, heel goed. Toen we twee weken terug begonnen met opbouwen, kwamen hier chauffeurs het terrein op die je dus anderhalf jaar niet hebt gezien. Die kwamen hun spullen leveren en die kwamen al met een grote glimlach aan. Het is heel fijn om weer van niets naar iets te gaan. Dus dat je eerst een grasveld hebt, of in dit geval dan een bestraten veld. En dat er heel langzaamaan gewoon een heel mooi terrein ontstaat. En ik kan gewoon niet wachten tot morgen de deuren open gaan en er straks echt weer mensen staan te dansen. Dat is het mooiste wat er is. En is het dan ook zo dat dit zo'n evenement als dit ook weer een beetje vet op de botten geeft voor alle mensen die hier zijn? Nee, zeker niet. In die zin, alle leveranciers die hier staan, die werken helemaal om niet mee. Want de ticketprijs en noem maar op, dat wat we hier neerzetten, dat kan in die zin niet uit. Maar we doen het voor een test. Hè? Er zijn te weinig mensen, het is te duur. Er zijn te weinig bezoekers om het te kunnen financieren, zeg maar. Dus alle leveranciers die hier staan, die doen dat ook belangeloos, net als wij. En om maar gewoon hopelijk goede testresultaten te krijgen en straks echt weer daar wat mee te kunnen. En dan, wat voor zomer ga je tegemoet? Ik hoop een zomer waar we in ieder geval evenementen hebben. En in ieder geval na 1 juli weer echt mensen mogen ontvangen en heel veel feesten mogen geven. Ja.
Nou is natuurlijk één evenement onder onze voeten op dit terrein waar alle ogen op gericht zijn, Lowlands. Ik denk dat dat gewoon doorgaat. Wij zijn in ieder geval ik zit toevallig in het Lowlands team ook en wij zijn ontzettend druk met de voorbereidingen en nu kunnen we echt beginnen. Zo voelt dat ook. Dus wij nu zijn heel fonds bekend ja, is. Precies. Nu we een soort van vangnet hebben, hebben we het idee dat we ook echt kunnen beginnen. En ik denk dat de wereld er in augustus ook heel anders uitziet. Hè. De vaccinatiegraad is dan een heel stuk hoger. Dus ik hoop dat we dan ook echt heel veel meer mogen. En als dat mag, dan staan wij hier gewoon met heel veel mensen een heel fijn Lowlands te vieren. Ja. Nou, dat klinkt als een warme en zonnige zomer. Ja. Martine Bos, dankjewel. Dankjewel. We spreken je later nog wel dit weekend. Zeker. En wij spreken vanmiddag ook nog Tim Boersma van Fieldlab, een van de onderzoekers. En zometeen de Close App bespreken we. Kilian Torenaar. Die zal een klein tipje van de sluier oplichten van hoe die app een soort olie in de machine van dit festival is. Tot zover hier in Walibi.